Ja, dit moet ik even laten zien, want dit is wel heel erg leuk. Maar kijk je naar een heel klein beeldschermpje. Dat wordt aangestuurd door een printplaatje. En op dat printplaatje zie je een processor, een stukje geheugen. En even het geluid uitzetten hoor. En ik kan hem ook op pauze zetten. Geweldig. En dit is volgens mij een chip voor de videoprocessor. Want al deze kabeltjes gaan hier vandaan naar het beeldschermpje. En dan heb ik een magneetje. Daarmee gaat hij aan en uit. Want dit was een videowenskaart die KPN Consulting 2 jaar geleden verstuurd heeft. En er zaten dus ook wat knoppen in. Nou, eentje heb ik ontdekt, is voor play en pauze. Zo, dan moet hij weer verder gaan. En eentje is voor het geluid aan en uit. Voor het volume. En hiermee kun je weer terug naar het begin. Nou, er zit een USB-aansluiting aan. Daarmee kun je de accu opladen. Maar ik kwam erachter dat je daarmee gewoon ook die 2 gig aan geheugen kunt vullen met andere filmpjes. En dat kan een MOV-bestand zijn, een MP4-bestand. Dus je hebt ook nog verschillende mogelijkheden. En als je je afvraagt waar het geluid vandaan komt, dat is dit kleine luidsprekertje dat ook in die kaart, in diezelfde kaart verwerkt zat. Dus al met al, nou, heel leuk om iets uit elkaar te halen waarbij het toch nog blijft werken. En om er vervolgens mee te spelen. Nou, hier zou je dus andere filmpjes op kunnen zetten. En die kun je op school neerzetten of ja, noem het maar op. Nou, leuk om te doen.